Zo, hallo allemaal, daar ben ik weer. We gaan weer met Feyenoord spelen. We spelen tegen Twente thuis voor de Eredivisie. En het is januari, transfermarkt is weer open. En daar heb ik het al druk mee gehad net. Ik heb al 1 speler verkocht. Zelfs een basisspeler verkocht. Het is Michiel Kramer. Voor 5,5 miljoen verkocht aan miljoen pond dan wel te verstaan. Verkocht aan Anderlecht. Dus op zich was ik niet ontevreden over hem. Maar ja, hij is toch een beetje traag, een beetje slungelig. Hij scoorde op zich wel, maar goed. Ik wil toch wat verbeteringen in mijn elftal. Dus hij is verkocht. Tevens heeft El Amadi besloten om niet bij Feyenoord te blijven. Wilde zijn contract niet verlengen. En het contract loopt in de zomer af. En hij heeft ergens anders al een contract getekend. Dus die is ook bezig aan zijn laatste maanden. Dus die zou ik binnenkort ook moeten gaan vervangen. Waar ik druk mee bezig ben. En wat een kutbal, joh. Ja, zover even de transfers. Ik heb nog wel wat een bod gehad op een paar boden gehad op Vermeer, zoals altijd weer. Maar die heb ik ook weer vriendelijk afgeslagen. En wie nog meer een bod gehad? Even denken hoor. Van Beek heb ik een bod gehad. Die mogen ook lekker verder kijken. Oh, wat een kutbal joh. Veel staart man. Maar we zijn dus druk bezig om weer te gaan versterken. Nou, de plek van Kramer die wordt voorlopig overgenomen door EI Nacho. Wat ook niet onverdienstelijk doet. Nog 2 nieuwe jeugdspelers bij het eerste elftal gehaald. Onder andere ook weer een rechtshalf. Hij heet Klaasie. Alleen daarom houden we hem er al bij natuurlijk. Maar qua stats is hij ook beter dan... ik weet even niet meer hoe die heet. Maar die andere gozer erbij is. En 1-0. Hoppatee. Bam. Ja. En Bolo. Jij gaat ook steeds beter doen, jongen. Zover. Denk even de transfers. Of maar niet zo heel veel meer over te vertellen. Wie ik wil gaan kopen, dat houd ik nog even spannend. Misschien de volgende wedstrijd, als er dan weer wat gebeurd is. Ik ben natuurlijk bondscoach ook geworden van het Nederlands elftal. Ik heb even gekeken en Nederland staat wel gewoon eerste in een groep. In een vrij moeilijke groep ook, als ik het zeggen mag. Dus waarom ze nou de bondscoach te slagen hebben, ik weet het niet, maar goed. Sta eerst in de groep met, even uit mijn hoofd, hoor. Rusland, Turkije, Hongarije, Zwitserland en Slovenië. Ja, volgens mij waren dat ze wel. Dus dat zijn toch wel aardige landen allemaal. Tenminste, ja, niet allemaal, maar... Ik bedoel, er zit geen Liechtenstein of zo tussen. Dus dat maakt het wel spannend, maar goed. Eerst in de pool voorlopig, dus dat moeten we zo houden natuurlijk. Op naar het WK in Rusland. En nu gaan we weer even wat op de wedstrijd concentreren. We zijn 1-0 voor. Oh, wat een kutzooi. Ja, dus is het volgend jaar ook wel weer aardig wat te gebeuren. Kuit die stopt. El Amadi die weggaat. Is toch wat routine dat wegvalt natuurlijk. Goed, moet wel op te vangen zijn. Feyenoord speelt Champions League, we hebben overwinterd, dus dat zorgt ook wel dat we natuurlijk wat betere spelers kunnen aantrekken. Dat ze wat meer geld binnenkrijgen. Ik kreeg laatst, omdat ik de groepsfase had overleefd, 8 miljoen pond, dus wel lekker. Zo, Vermeertje.
goede bal. Ah, kutschot. Ik denk, probeer het gewoon eens. Ah, jammer. Oei, net over. Ah, kut. Lekker allemaal die. Een vrije bal. Toornstra hem gewoon nemen. Kut. Dat was die best. Ai, jammer. Het blijft 1-0. Op naar een wat betere tweede helft. Kutballen, Elamadi. Serieus? Ah, oh, ik dacht dat hij die bal zou hebben. This is not a speculation today. It's absolutely confirmed. All sources confirm. Mario Götze has signed for Atletico Madrid. Well, 35 million or thereabouts. Isn't a small figure, but loads of potential. Kom op. Ah, sterk jongen. Zet gewoon je lichaam ertussen. Ja, joh. Oh, kut Elia. Wat doe je nou, man? Het gaat nog niet echt soepel vandaag. Oh. Weer zo'n schot uit de tweede lijn. Oh nee. Oh nee, what the fuck doe ik nou? Oh, wat slecht. Jeetje mina zeg. Oh, wat slecht. Nou, moeten we er maar weer even eentje maken, toch? Hey joh, de kuit wordt gewoon ondersteboven gelopen, man. Kutzooi, kom er net niet door. Kom op jongens. Eens even kijken of we nog wat kunnen wisselen. Allemaal die er maar uit. Jij er maar uit. En Elia, die doet ook geen kut vandaag. Ook eruit, hoppatee. Op de lat.
Serieus, spelen we nou echt terug? Jongens, man. Dit had ook buitenspel geweest. Druk daar. Oh, jammer. Serieus? Oh, ik wou het zeggen, je houdt hem niet binnen. Wel echt een ingooi op een plek waar je er echt geen kut aan hebt, maar goed. Oh, waarom nou niet op een joep gegeven, joh? Waarom? Oh, fuck. Hop, jongen, je bent nog veel sneller dan die lange slungel. Godver. Op de paal, serieus. Kut. Ah, shit, man. Gelijk. Oh, wat zonde, wat een kutwedstrijd. Nou, ik zou haast willen zeggen wie vind je de man van de wedstrijd, maar ik denk niet dat hij bij ons speelt. Wat een kutwedstrijd zeg. Maar goed, ik zeg bedankt voor het kijken en zie jullie de volgende keer. Later.